tenminste, dat de focus dus anders komt te liggen. En dat je daarop moet inspelen vanuit hier. Ja, we hebben met de regio een regiovisie opgesteld. Ja. Heb je dat en, daar wordt eigenlijk van A tot Z geroepen kwaliteit. En dan kom je ook het verhaal met wat meneer Wolfhagen zegt. Als jij een verloederend stukje straat hebt, dan kun je beter de helft van de huizen ertussen uithalen als het al kan. Of als het echt afgeschreven is, gewoon de hele straat plat en dan een mooie ruime woonomgeving ervoor terug. Ja. En dan zullen toch mensen kiezen om in een dorp te wonen. Ja. Maar dat kost geld. En dat kost veel te geld. Veel geld voor een gemeente, zeker als je het hebt over die plattelandsgemeente waar het het hardst toeslaat. Maar als daardoor de gemiddelde waarde van het onroerend goed op peil blijft of kan stijgen, dan hoeft dat zoveel niet te kosten. Dan kost het wel veel in euro's, maar in vermogen niet. Nee, maar je zult daar dus wel fondsen voor moeten gaan vormen om dit soort ingrijpende maatregelen, om die te kunnen nemen. Ik vind die regionale samenwerking klinkt hier heel duidelijk. Of regionale afstemming. Maar ook dat je het naar je hand moet zetten eigenlijk. Regionale overeenstemming. Dan bied ik het krimpkompas aan. Kijk, als VNG kunnen wij niet een oplossing voor het probleem bieden. Want het is iets wat zich in de toekomst ook gaat afspelen natuurlijk. Maar wat wij wel kunnen bieden is dit krimpkompas. En dat biedt handvatten om het thema van bevolkingsdaling en krimp te bekijken wat dat voor jou als gemeente betekent. En op alle gebieden, dus op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid. Overal staat informatie. Ja, en dan kunnen jullie ermee aan de slag. Mm-hmm. En er staan ook voorbeelden van hoe dat op andere plekken is aangepakt, zodat je kunt denken, nou, dat kunnen wij misschien ook op die manier. Ja, wij zullen jullie als VNG ook onze toekomstplannen toesturen die wij in de regio in gezamenlijkheid gemaakt hebben. En we hopen dat ook kan bijdragen als input voor de discussie misschien elders. Ja. Dus de samenwerking Gommelverband in Midden-Limburg is ook bedoeld om in de toekomst problemen op te pakken.